Então, eu vim aqui na volta. Wat vond je van de nieuwe opstelling die we geprobeerd hebben? Die was leuk, maar een beetje anders voor mij. Ik ben gewend van achter te staan en plots moest ik heel mee naar van voren en terug naar achteren en dat was wel een beetje lastig. Thibaut, wat vind je nu van de uitstrijd? Ja, we hebben een nieuwe opstelling geprobeerd, maar dat had eigenlijk niet zo goed like verwacht. Dus gaan we nu weer naar de oude opstelling. Wij spelen goed, dat, ja, van voren zijn we, hebben we genoeg kans. Ja! Hey, trekt op nu. De eerste 10 minuten waren goed voetbal. Ik had anders, ploeg anders opgesteld. Vond ik ze heel beter, dominant. Kans tot scoren, vrije trap op de lat, op de paal. En dan plots kregen we twee doelpunten in één en viel het als een pudding in elkaar. De afwerking, ja. Het lukt een beetje minder, maar we gaan er wel doorgaan. En vanachter ja, een beetje twee onnodige doelpunten. Ja, ze kregen een duw en een stampje langs hier en daar. En het vertrouwen viel weg van de ploeg. En het derde kwart kwamen ze dan terug door. Scoren ze tweemaal. Proberen ze weer te combineren. Die vechtlust was er terug, maar in het tweede en derde kwartier was er geen vechtlust. Dus, ja. Hoe ga je daarmee om? Blijven nu positief coachen. Wel, ja, het is, nog iets meer proberen die passing te geven, nog iets meer harder proberen te zijn in die duels. Ze mogen, ze hebben de kopjes ietsjes laten hangen, toch blijven steunen. Zeggen dat het gaat lukken, zeggen dat ze beter kunnen. Dat wij beter zijn, dat ze niet mogen luisteren naar de anderen, niet laten doen.